Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op dinsdag 24 april. Veel bewolking boven Nederland en hier en daar valt al af en toe wat regen of motregen. In de loop van de dag zal het op meer plaatsen gaan gebeuren. De temperatuur die ligt vanochtend zo tussen de 10 en de 11 graden en er waait een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag stijgt het kwik verder en uiteindelijk wordt het zo'n 17 graden in het zuidoosten van het land. In het noorden is het een graad of 12. Ook dan valt er af en toe lichte regen of motregen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Vanavond nog steeds af en toe regen of motregen. En die neerslag breidt zich nog wat uit. De temperatuur die daalt nauwelijks en de wind die waait matig uit het zuidwesten. Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg en breekt de zon door. Dan gaan er wel in de loop van de dag stapelwolken ontstaan. En lokaal kan er een bui vallen in de middag. De temperatuur ligt middags tussen de 12 en de 16 graden bij een matige westenwind. Ook donderdag nog een wisselvallige dag met een aantal buien. Vrijdag, koningsdag, blijft het op de meeste plaatsen droog. S dus middags wordt het dan zo'n 13 tot 16 graden bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. In het weekend ziet het weerbeeld er weer wat wisselvalliger uit met diverse buien.